Een hele goede morgen. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe dagvlog. Het is vandaag vrijdag 31 mei. En ik zie er niet meer uit. Ik zit helemaal onder de puisten. En stiekem denk ik dat dat komt omdat ik weer nieuwe gezichtsproducten ging gebruiken. Het werkt bij mij nooit. Je kan beter maar gewoon zo min mogelijk op je gezicht pleuren. Want hoe meer gekke dingen, hoe meer mijn huid onrustig wordt. Of het moet even wennen aan mijn nieuwe product. Want op zich is het van Be Normal, dus het is niet heel slecht. Maar ik denk dat ik er maar weer mee ga stoppen met die producten. Ik heb nu een lekker sportoutfitje aan. Mijn moeder en ik die gaan eventjes lekker naar de sportschool. We gaan even een uurtje sporten. Ik ben best wel moe. Ook een beetje rugpijn. Maar ja, bijna weekend. Gaan we het weekend even lekker in. Dus let's go. Ik ben klaar met sporten. Ik ben thuis gaan touwtjes springen. Ik heb namelijk een nieuw springtouw. Dus ik ga even... Maar hij is niet goed ingesteld. Het moet toch even beter. Dus het was echt niet te doen. Maar ik heb het zo heet. Ik ga nu even lekker douchen. En dan richting kantoor lekker inpakken. Ik wil nog even een paar items op Vint zetten. Misschien dat ik nog even ga wandelen met Francesca. Ik ben echt even heel moe. Maar ja, hoor erbij. Ik ben op kantoor. Kijk nou hoe match ik ben. Dit jasje met deze schoenen. Nou, helemaal geweldig. Ik heb het jasje 2 jaar geleden gekocht. Maar ik weet niet goed wat ik ervan vind. Ik vind het ook alweer tof. Maar ook weer niet of zo. I don't know. Ik had even lekker geluncht. Ik had even een gekookt eitje genomen met 2 crackers met pindakaas. Dus lekker healthy. Dus ik kan er weer tegenaan. Maar ik ben moe. Het is niet normaal. Ik ben echt moe. En ik had vanavond afgesproken met een vriendin. Vriendin, ja, ik ken haar eigenlijk helemaal niet zo goed. Ik heb haar denk ik 2 keer in mijn leven gezien. En zij werkt bij een soort van krantje in Leeuwarden. Ze wilde mij dus graag interviewen. En zei ze, misschien is het gewoon leuk onder een drankje. En toen zei ik, ja, helemaal leuk. We kunnen sowieso wel gewoon even lekker terras op vanavond. Dus we gaan sowieso gewoon afspreken vanavond, terwijl we elkaar amper kennen. Maar ik had gewoon zin om wat leuks te doen vanavond. Zij ook, dus dat gaan we gewoon gezellig doen. Maar ik ben dus moe. Dus het is nu even kijken hoe laat het is. 2:10. Er zijn dozen binnengekomen van mijn leverancier. Die 2 ga ik straks even openmaken. Er zijn retouren binnengekomen die ik eventjes moet gaan verwerken. Dit zijn wat nieuwe items die ik nog moet gaan shooten. Maar ik denk dat ik dat woensdag ga doen. Woensdag komt mijn model naar kantoor. Dat we dat even samen gaan doen. En natuurlijk even bestellingen inpakken. Dus dat gaan we nu eerst doen. Ik heb hier een bestelling van Demi. En Demi heeft deze beige kleurige lounge besteld. We hebben deze in allemaal verschillende kleuren. Echt een hele leuke kleuren. En ze zijn nu afgeprijsd van €45 naar €30. Dus wees er snel bij. Visitekaart zit erin. Oeh, een hele grote bestelling van Shayna. Die gaan we samen eventjes met elkaar zoeken. Dit zijn de items. De testblazer, de testpantalon, de hangende steroorbellen, de inspired belt en de cropped testblazer. Let's go. De blazer in maat S. XS. Dit is een S. En dan de pantalon nog even in een M zoeken. Dit is L. En een maat M. De sterrenoorbelletjes. De Inspire Dream. En de cropped testblazers in een maat S. XS. Een S. Yeah. Heel leuk. Die test cropped blazer kan ik wel eventjes aantrekken. Ik draag hem zelf dus echt super vaak voor het uitgaan. Voor een andere leuke gelegenheid. Het is gewoon echt een super basic blazer. Maar dan is hij dus cropped. In plaats van oversized. Beetje lastig te zien omdat ik eronder ook zwart draag. Maar echt super nice. En je kunt hem ook nog dicht draaien. Wat dragen. Wat ook nog heel leuk is. We hebben ook bijpassende broekrokjes. En eventueel ook pantalons. Dus heb je een heel pak. Ja. Heel erg leuk. Vanaf de maat XS tot met XL. Ik krijg nu een XL. Normaal had ik een M aan. Maar ik dacht, ik ga een keertje een maat groter meenemen naar huis. Omdat die nog gewoon lekker wat losser zit. Die M zit ook gewoon goed. Maar ik vind dit net wat comfortabeler ofzo. Dus. Dit zijn de Tess Cropped Blazers. En die heeft zij ook besteld. De Inspired Ring. Het ekere kleurige pak. Ook een prachtige kleur. En de oorbelletjes. De oorbelletjes even in een leuk zakje. En de ring erbij. Pak even een leuke. Het leek op een grote bestelling. Maar als je het eenmaal bij elkaar pakt, dan valt het bij deze al mee. Omdat er gewoon 2 items zijn. Gewoon een ring en een oorbelletje. Tada. Dan doen we de riem erbij in. Die rollen we even op. We hebben deze riemen ook in verschillende kleurtjes. In het roze, in het oranje.
in het zwart. Ik kun ook nog zwart met een brede band. Super mooi zijn ze. Ze zijn nu €42,50. Zeker een aanrader. Dan is dit de bestelling van Shayna. Ik dacht nog even haar label erop. Een sticker aan de voorkant. En dan is de bestelling voor Shayna klaar om verzonden te worden. Next, next, next. De luipaard Amika Flert. Bruin maat S. Die gaan we even zoeken. Ik zie het al. En dit is een maat S. Nou, perfect. Deze stof van deze luipaard Flert is echt geweldig. Het is zo mega softy. You really need it. En ook echt geschikt voor de wat langere dames. Want die Flert broeken vallen echt super lang. Ik ben zelf maar 1,68. Dus voor mij is het te lang. Maar ik vind dat niet erg. Ik kunt het ook eventueel heel makkelijk innemen, maar mij wil je het niet. Label van Evie erop. Ready to send! Ik heb de retourtje even opgeruimd. Het is nu tijd om deze doos uit te pakken. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal binnengekomen is. Oh mijn god, deze kleuren. Dit is geweldig. Oké, okay, let me check. Even kijken hoor, dit is een strandjurkje. Kijk hoe leuk. Auw. Dit is de voorkant. En dan heb je dus als achterkant een beetje zo'n laag rugje. Dan kan je hier dus vast strikken. Geweldig. Het volgende is een spijkerbroek. En ik ben hier zo mega benieuwd naar of deze mooi is. Dit is dus een cargo. Ik vond de kleur wel heel erg nice. Dus ga ik zo even aanpassen. Heel erg leuk. En ik denk dat ik hiervan een maat M nodig ga hebben. Gaan we op naar de volgende doos. Ik heb weer dus nieuwe blazers binnen. One size. En kijk hoe leuk dit is. Met van die pantermouwtjes. Dit is toch geweldig. Ik ga het even aantrekken. Oh my god. Dit is geweldig. Je kunt hem ook zo wijd lauwen. Maar het is leuk als je het dus een beetje zo... Ik had het met een touwtje. Kan je het dus een beetje doen zoals ik aan deze hand heb gedaan. Oh, dit vind ik echt enig. En hij valt ook echt mega oversized. Op zich zou je het ook nog als jurkje aan kunnen doen. Zo, en dan gewoon met een bikeshortje. Erg leuk. Ja, ja. Die gaat mee naar huis. En nog meer van die spijkerbroeken. En de rest wat ik aan het bestellen was even niet op voorraad. Dat is verschijnlijk zondag na. Dus dat komt later. Maar dit is het tot nu toe. Ik vind die blazer enig. Ik vind dit strandjurkje enig. Ik vind die broeken enig. Ik ga die broeken nu gelijk ook even aanpassen. Want ik hoop echt dat die perfect zit. Want ik heb zoveel zin in een nieuwe cargo broek. Ik heb de cargo broek nu aan. En ik vind hem heel mooi aansluiten. Hij zit echt super nice. Er zit ook nog best wel veel... Niet zuur. Ja, op zich wel. Er zit wel echt stretch in. Enig. En dan dus. En dan dus bijvoorbeeld. Stijlen dan met deze leuke cropped blazer van de webshop. Zwarte hakjes eronder. Of de sneakertjes natuurlijk. En je hebt gewoon een superleuke, simpele, classy... Stoer, maar ook al je netjes door dit outfit. Ja, love it. Heel erg leuk. Nootje! Nootje! Hallo Nootje! Ho! Kijk nou, nu kan je jezelf zien. Papi. Papi. Dan kun je jezelf zien. Kijk, Simone, ze ziet dat wel. Kijk. Ja, dat is goed. Moet je maar even naar haar in de spiegel kijken. Hallo. 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 Wie zijn jullie? Ik ben Novi. Oh, wie ben jij? En hoe oud zijn jullie? Ik ben een halfjaartje en ik ben 21. Wat zijn jullie hobby's? Mijn is slapen en huilen. En mijn is vloggen. Eten, eten,
Eten. Melk drinken. Ja. Zo, wat doe je echt als een hek? Hè? Ja, klinkt echt als een hek. Hallo. Hallo. Oh. Ik wil jou opeten, maar dat mag niet van jouw mama. Jawel, mag wel, hè? Ja? Ja. Dan begin ik bij de handjes. Ga je mee brommers kieken? Even een blokje gewandeld met mama, Simone en Noe. Er is een pakketje binnengekomen van Bob.com. Dus we gaan het lekker samen maken. Ik heb een boek besteld. Choosing Me. Ken jezelf, weet jezelf, kies jezelf. Van de schrijfster van de bestseller De Kracht van Keuze. Dit is een boek. In een wereld waar de druk van buitenaf groot is en we vaak verschillende rollen vervullen, kan het een flinke uitdaging zijn om jezelf niet voorbij te lopen. Hierdoor komen we allemaal wel eens op het punt dat we onszelf afvragen, maar wat wil ik nu echt? Dit boek helpt je bij het beantwoorden van die vraag, zodat jij altijd dicht bij jezelf kunt blijven en je leven leeft zoals jij dat wil in plaats van hoe anderen het van je verwachten. Hoe meer we onszelf zijn, hoe gelukkiger we zijn. En hoe gelukkiger we zijn, hoe meer we kunnen bijdragen aan het geluk van de mensen om ons heen. Wie ben jij? Wat wil jij? Wat heb jij nodig? En hoe kun jij je leven zo inrichten dat je trouw blijft aan jezelf en doet wat jou gelukkig maakt? Zonder je tegen te laten houden door schuldgevoel of de meningen van anderen. Nou, ik denk dat het boek heel goed bij me past. Ik hou niet van lezen, maar ik wil dus meer van die boeken gaan lezen over jezelf, zelfliefde. En gewoon allemaal van dat soort boeken waar je gewoon echt even wat aan hebt. Dus ja, ik ga mijn best om dit te lezen. Vooral op vakantie of zo. Dan heb ik daar wel gewoon zin om wat te doen. Of in het vliegtuig of zo. Dus dit is mijn nieuwe boek. Ik ben heel benieuwd of ik er aan toe kom. Nee, niet te huilen doen. Lekker, dat zijn je opgewarmd van gisteravond. Mijn ouders die zitten op het Holt, restaurant in het dorp. Maar dan kan je ook eten afhalen, maar dat is gelijk weer patat en zo. Ik ga mijn best doen om even iets minder vaak af te halen en uit eten te gaan. Dus hoe ver het kan, ga ik even lekker thuis eten. Let's go. Ik ben even aan het omkleden. Ik heb even mijn oude kamer even als... Niet mijn oude kamer, maar oude kamer. Heb ik even als kleedkamer gemaakt deze weken. Ik ga dit topje aan van de webshop. Dit is onze Diana top. En deze broek die vandaag binnen is gekomen, doe ik erbij. Met onder mijn zwarte Balenciaga's. Helemaal leuk. En dan mijn cropped blazer erbij. En dan iets van een handtasje. Is dit een beetje leuk? Ja, wel toch? Oké, ik ga snel mijn make-up doen, want ik moet over 20 minuten of zo in de trein zitten. Let's go. Ik ben dus letterlijk net voor het eten. Dus het boek gaan lezen en ik ben dus al bijna op de helft. Of na de helft. 1/4 of zo. Ik ben echt trots op mezelf. Maar ik heb even mijn make-up gedaan. Het is een beetje donker hier op dit kamertje. Maar nu nog even een lipstiftje op en dan ben ik ready to go. Mijn wenkbrauwen zijn echt nog super donker. Want ik heb ze gisteren geverfd bij de kapper. En ja, dan zijn ze altijd echt pikzwart. Maar it is what it is. We zitten gezellig bij Feline. Hi, ik ben er opeens. Ik keek op zoek vrienden en zag dat ze in de stad waren. Dus gelijk opgeroepen om te komen. En Jan en ik zaten hier al een tijdje. Nu aan de wijn, net hadden we kostuum. De eerste vlog hier, ja. IJs met wijn. Ja. Klopt. Ja. Ik heb heel veel ijs met mijn wijn. Laat alsjeblieft weten dat ik niet de enige ben, want ik word uitgelachen. Je bent zo te enige. Denk je, wat denk jij? Jij lacht mij het hardst uit. We hebben het erover ijs bij de wijn doen. Nee, natuurlijk niet. Nee, natuurlijk niet. Als je dat nog niet doet? Ik begin ermee, want het is echt super lekker fris. We hadden ook nachos besteld, maar nee. Had ik niet goed, maar. Dat is lekker. Jongens, het is alweer de volgende dag. Ik heb een dikke kater, maar ik ga hier weer lekker de vlog afsluiten. Mijn huid wordt echt alleen maar slechter, ik denk ook door de drank. We zijn gisteren nog uitgegaan, dat was echt super gezellig, maar niks gefilmd. Ik hoop dat jullie deze vlog vandaag een beetje leuk vonden. Vond je het leuk? Dan duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal als je dat niet hebt gedaan. En dan hoop ik dat ik jullie morgen zie bij de volgende dag vlog. Doei!